Dus eigenlijk, als ik niet zo egoïstisch zou zijn, moet ik nu dus gaan werken. Nog een uur. Nou, iets minder. 3 kwartier. Dan kan ik ze weer ophalen van school. Dus moet ik nu nog even wat dingen doen. Terwijl als ik ze zo dan ophaal, dat ik dan een spelletje met ze ga doen. Dan zit ik nu in een dilemma. Ga ik dus nu even een kopje thee in de tuin drinken? Omdat ik even wat ik zelf tijd wil. Moet ik gewoon op de bank gaan liggen even, een half uurtje heel even. Of dender ik door, ga ik nu werken. En maakt het überhaupt iets uit voor straks. Want dan is er toch vast weer een belletje van iemand. Of een deadline, of een advertorial die opeens binnenkomt. En ja, dat is dat toch wel met spoed. En als ik het niet nu doe, ja, dan mis ik die inkomsten. Nou, gekozen om te slapen. Ik kan niet meer. Ik moet wel de wekker zetten. Want ik kan natuurlijk niet gelijk op de eerste dag te laat zijn op school. Ik voel me gewoon belabberd. En ik heb gewoon even geen zin meer. Geen zin om te werken. Helemaal nergens zin in.